Schoenenwinkel Scapino in de Carnotstraat kreeg in de nacht van zondag op maandag inbrekers over de vloer. Die konden wellicht via een afgesloten gat in de muur de zaak binnendringen. Ze braken een kast open en maakten een koffer met wisselgeld en een som geld buit. De politie verwittigde het labo voor sporenonderzoek.